En nu ga ik lekker even tv kijken. Ik bedoel, thee drinken. En daarna komt Tessa al. Want Tessa die komt een weekend bij mij logeren. Een vriendin van mij van school. En ja, die komt het hele weekend gezellig logeren. En we gaan leuke dingen doen. En we gaan morgen nog wat doen. En we gaan zondag nog wat doen. Maar dan ga ik morgen en zondag filmen. Anders is het niet meer leuk. Als ik het nu al ga vertellen. Kijk, deze jurk heb ik aan. Ik weet niet waar die van is. Met bloemen. Maar je kan hem zien op mijn Instagram-account, xamyxinsta. En dan kan je hem ook volgen op Instagram. En dan kan je zien waar deze jurk van is. Want die naam is echt lastig. Nou, nu is het minder slecht weer, dus daarom ga ik onder de zonnebank. Ik ga niet zo heel vaak onder de zonnebank. Maar ik ga er nog maar net onder. Dit is nog maar mijn derde keer dat ik eronder ben gegaan. Verder ben ik nog nooit onder een zonnebank geweest. En ik ga er ook niet zo heel lang onder. Ik doe 15 minuten zeg maar voor en 15 minuten achter. En dan ga ik meestal douchen. Ja, en nu heb ik mijn pyjama, doe ik normaal altijd aan door de week. Maar in het weekend doe ik dan meestal wel een jurk aan, een lange jurk of ja, gewoon kleding. Oh, logica. En we hebben de handdoek op bed neergelegd voor de hygiëne. Weet je wel dat je zweet onder dit ding, onder de zonnebank, logisch. En hier hebben we zeg maar afstandsbedienetje. Kan je zeg maar op het plusje drukken en dan gaat hij zeg maar 15 minuten, 10 minuten, 20 minuten. En dan druk ik meestal als hij afgaat, als ik 15 minuten heb gelegen. Dan druk ik hier op omdraaien. Dan ga ik op mijn rug liggen of op mijn buik waar ik nog niet heb gelegen. Dus ja. Nou, ik ga onder dit apparaat. Nou, wat ik nu ga doen. Ik ga lekker onder de zonnebank. En daarna ga ik lekker douchen. En daarna laat ik jullie zien wat ik heb gekocht bij de decobazaar. Dat wou ik nog laten zien. Waar ik vanmiddag ben geweest met mijn moeder. Het was super lekker en ik heb lekkere tomatensoep gehad. Lekker verse tomatensoep. Dat vind ik altijd wel het lekkerst. En groentesoep en zo is ook altijd wel lekker vers. Als je het vers maakt, zeg maar, met groenten en zo er doorheen en zo. Gehaktballetjes, et cetera. Nou, ik ben inmiddels alweer thuis en ik heb net gegeten boerenomelet, zoals jullie wel zagen op het bord. Het is heel dik en lekker. Nou, dat klinkt echt niet logisch. Lekker boerenomelet. Mooie bloempjes achterhuis, hè? Ga je graag in snaaien. Niet in snaaien, maar een keer snuffelen. En dat mag je niet. Ze maakt niet hier zo in. Want dan gaan de bloemetjes helemaal kapot. En Nina? En Nina? Nou, Nina die zit hier lekker in de zon te leuren. Ze is een beetje verwend nest. Dat ga ik zo eerst doen. En dan zie ik wel verder. En nu zo moet ik naar de wenkbrauwen. Moet, ik mag naar de wenkbrauwen. Want mijn wenkbrauwen zien er echt niet meer uit. Ik ga mijn wenkbrauwen weer laten epileren. Niet haksen, maar epileren. Ja, haarsen, daar word ik kaal en dat wil ik ook niet. Dat is niet mooi. Nu ga ik even verder. Toen ik uit het werk kwam, ging ik direct door naar huis. Ik was, ik denk tegen 3:30 thuis of zo. Ja, 3:30 was ik thuis. En toen ging ik direct door met mijn moeder naar de decobazaar in Eibergen. Daar zitten echt superleuk, ja, decoratiespulletjes. Winkel is het. En ja, daar heb ik superleuke decoratie. Ik laat straks allemaal wel zien wat ik heb gekocht. Ja, dat wou ik even zeggen. Bla, 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 bla. Ja, maar door de corona gaat turnen niet door.
kan turnen nog niet doorgaan. Pas in september. Maar ja, het is nog niet echt duidelijk dat het in september na de vakantie doorgaat. Na de zomervakantie kunnen we weer turnen. Maar het is nog niet duidelijk als dat zo is. Dat is best wel lastig allemaal. Maar voor iedereen. Kut. Hey chill, ik hoef te maken kwartier 3 te werken vandaag. Want dat heb ik meestal altijd op de vrijdag dat ik maandag kwartier 3 hoef te werken. Normaal heb ik dan altijd turnen. Daarom heb ik dan altijd vrij om kwartier 3 op werk. We leven nu op vrijdag. En vrijdags heeft ze altijd paardrijles. Van volgens mij van 8 tot 9. En daarna komt ze hier naartoe. En ze zit op paardrijden. En ik ben helaas allergisch voor paardrijden. Ik bedoel voor paarden. Allergisch voor paarden, ezels. Helaas. Anders was ik ook wel paardrijden gegaan. Of had ik ook wel gekeken naar haar paardrijden. Ik bedoel naar haar paardrijles. Dat vind ik altijd wel leuk. Maar ik heb het 1 keer geprobeerd. Maar toen was ik echt benauwd en zo. Had ik ook pilletjes ingenomen. Allergiepilletjes. Maar dat helpt echt niet bij mij. Helaas. Nou ja, doe je niks aan. Kijk, lekker KitKat Caramel Zeezout. We hebben hem als gaat. Die neem ik lekker bij de zee. Super lekker. Ik hou van Caramel Zeezout, dus dit is ik denk ook wel. Super lekker. Je proeft de Caramel Zeezout echt wel los. Nou, het is vandaag alweer zaterdag. Ik was gisteren vergeten te filmen verder. Dus ja. Waarom het is zo vroeg uit bent nou? Tessa is trouwens boven. Die is nog even aan het klaarmaken. Nou, waarom wij dus zo vroeg uit zijn? Omdat we naar Oldenzaal weer gaan fietsen. Van Enschede naar Oldenzaal. Dat is best wel ver. Dus ja. Dat is 25 kilometer en daar gaan we gezellig winkelen, even winkeltjes kijken en zo. En ik ga natuurlijk filmen voor jullie. En dan hebben we later op de middag hebben we een high tea. Daar ga ik natuurlijk ook filmen. Ik ga de hele dag gewoon filmen voor jullie. Zaterdagochtend 9 uur en ja, ik ben net uit bed. Ik heb mijn make-up gedaan. Mooie blauwe glitter oogschaduw heb ik op. En mijn outfit laat ik ook even zien. Nou, mijn outfit van vandaag. Zeg maar het shirt van de Superdry met sterretjes, groen met zilveren sterretjes, dus ook glitters. Pas wel met mijn oogschaduw. En ik heb het leren jasje van de Kasia aan, het merk Kasia van Open 32. En de spijkerbroek, ik weet niet waar die van komt. Oh ja, Only. Met zo'n wacht even. Ik kan het even niet goed filmen met pijpen. Met die lange pijpen. Ik dacht echt van, ik vind dat helemaal niet mooi. Maar toen ik hem aanhad, was hij best stoer en leuk. Dus ja. En ik heb mijn Nike's aan. Blauwe Nike's. Ik heb ook in het rood. En dan met de rode sol. En dan hier in mijn rood. En hallo Nina. Nina heb ik net uitgelaten. Dus het is niet zo lekker te passen. Schatje. Waarom het is zo vroeg uit bent nou? Tessa is trouwens boven. Die is nog even aan het klaarmaken. Nou, waarom wij dus zo vroeg uit zijn? Omdat we naar Oldenzaal weer gaan fietsen. Van Enschede naar Oldenzaal. Dat is best wel ver. Dus ja. Dat is 25 kilometer. En daar gaan we gezellig winkelen. Even winkeltjes kijken en zo. En ik ga natuurlijk filmen voor jullie. En dan hebben we later op de middag hebben we een high tea. Daar ga ik natuurlijk ook filmen. Ik ga de hele dag gewoon filmen voor jullie. Super, super tof. Super, super leuk. Dus ja, daar heb ik super veel zin in.
En we gaan ook foto's maken en zo. Dat hoort ook bij. Maar nu ga ik even ontbijt maken. Want ik heb gisteren een lekker ontbijtje gekocht bij de Albert Heijn. Dat weet Tessa nog niet. Super lekker ontbijtje. Kijk wat ik heb gekocht. Ik weet niet of je het goed kan zien. Het licht is een beetje donker. Bananenpancakes van de Albert Heijn Naturel. Nou, ik ben benieuwd. Spelt bananenpancakes. Nou, Tessa is ook net wakker en we hebben lekker pannenkoeken uit zijn bijt. Met bananen, hè? Kijk als je de bananen oproeft. Ja. Ja? Mooi, ga ik zo proberen. En Nina zit weer te schooieren. Nou, dit zijn mijn pancakes met stroop en met poedersuiker en met lekker jam. Nou, ik heb mijn pannenkoeken op. Die smaakte echt super lekker naar banaan. Echt naar banaan. En ja, nu gaan we naar Oldenzaal. Nou, wij zijn nu in Hengelo. We hebben even een kleine tussenstop gemaakt. We gaan even naar de McDonald's. Dus ja, even naar de wc, even wat drinken of zo. Kijken. Anders gaan we in Oldenzaal wel even kijken. Nou, het is nog lekker rustig hier. We zitten hier bij de snelweg in Hengelo. En we gaan lekker naar de Mac. Het is lekker rustig, wat ik al zei. En ja, het is nog corona, dus we moeten onze handen reinigen en zo. Dus ja. Kijk. We zijn lekker alleen bij de Mac, Tessa. Oké, dat lekker McFlurry met cheesecake, chocolade, karamelsaus. Oeps, dat was mijn tom-tom. Een lekker, hoe noem je dat? Cheeseburger, toch? Cheeseburger. Tessa heeft hetzelfde. Nou, volgende tussenstap, we hadden een droge mond. We zijn nu in Deurningen, we zijn bijna in Oldenzaal. Dus ja. Dus let's go, we gaan nu naar Oldenzaal zo. Nou, we zijn net in de Oldenzaal aangekomen. Lekker in de Oldenzaal, hè? We zijn voor 10 uur weggefietst. En nog een stop gemaakt in Hengelo. Nou, wij zijn nu in Oldenzaal in de stad. Super mooi hier. Kijk hoe mooi gebouwen is Oldenzaal. Het is een mooi dorp. Hier foto maken bij deze. De paus. Soort van. Hier zijn we nu. Soort van. Hier zijn we nu.
Oh, een beetje de stad verkennen. Even kijken hier. Hier ben ik wel eens één keer geweest. Twee keer zo. Eén keer voor een bedrijfsarts. En toen een keer met mijn vader. En toen een keer... weet ik niet meer. Dus ja. Nu lekker even shoppen en zo. En mooi filmen voor jullie. Dus ja. Ja. Tessa. Dus Ami Kappes, die zit hier ook. En hebben we smart vandaag. En we weten waar de Rabobank is. Die zit hier zo. Als je geld moet pinnen, Tessa. Kijken, waar zullen we in? Beste zo oplopen, die kant of zo. Ruikt hij ook zo lekker naar nootjes of zo. Hè? Bij het tasje zijn we nu. Heel veel zil. Nou, we zijn hier nu. Ik heb weer wat gekocht. Een jasje. BH zoeken, andere keer. Boxprings. Gezellig dagje. Nu gaan we in de carnavalshop kijken. Feestwinkel carnavalshop. Hoi. Ik denk van Marije hier ook wat gaan halen. Kijk, allemaal carnavalspullen. Ja, het is wel veel, hè? Bling bling is zo carnavalspul. Piep, piep. Nou, nu gaan we het binnenste gedeelte, zeg maar zo'n centrumpje, gaan we in. Mega mooi, kijk aan. Jurkjes, boutiquejes. Zo vind ik filmen makkelijk. Kijk, het ziet er wel leuk uit hier, hè? Hun kunnen kijken. Nou, we zitten nu bij IT. Met blond. Ja. Deze heb ik. Nou, nu gaan we lekker fruit eten. Die hebben we als eerste gekregen. Dat is lekker. Kijk, lekkere tomatensoep. Dat zou ook. Cheesecake, brownies. Wat is dat? Ook weer. Ik weet niet meer. Aardjescake. Oh ja, cakejes. En hier allemaal broodjes. Super lekker eetsmakelijk, Tess. Oh, we hebben bijna alles op. Aardjescake hebben we al op. Cheesecake hebben we al op. Zo'n broodje, ja.
Krebs en hier is nog met brie. Ik weet niet of we die op kunnen. Ik denk die chocolade nog wel. Die ziet er zo even lekker uit. We zijn net klaar met de tea. En het was echt super heerlijk. Ja, lekker vol. Nou, we zijn hier weer in het binnenste gedeelte. Dus hier gaan we nog even rondkijken. We zijn aan het shoppen. Met een volle maag. Hè? Oh, volgens mij ga je hier eruit, hè? Ja, vanaf op die andere kant. Volgens mij de andere kant. We zijn uitgeshopt in de mooie Oldenzaal. En nu gaan we terug fietsen naar Hengelo S. Gaan we daar straks eten. Nou, nog een paar foto's maken zo en dan zien we het wel. Ja. Nou, wij zijn nu in Hengelo. Wij gaan nu even hier nog even naar de Sting. En daarna gaan we nog even foto's maken hier. En dan om 8 uur pas eten, hè? Ja. Dus. Nou, bij het gemeentehuis in. Wij zijn nu even bij de 2W's, want het is nu hoe laat, Tessa? Nou, 7 uur. 7 uur en we moeten pas om 8 uur eten, dus even een cocktailtje. Nou, we hebben net lekker cocktail gehad bij de 2W's en nu gaan we naar Triple B en daar gaan we lekker eten, dineren. Dus ja. Gezellig hier, super gezellig hier op terrasjes. Zo, nu onderweg naar Triple B. Oh ja, daar kunnen we straks nog foto's maken. Wist je nog vorig jaar bij die ene muur? Dus ik heb heel erg honger. We zitten nu hier en Tessa heeft ijs. Geen alcohol. Maar het ziet er echt leuk uit. Leuk. En ik heb een ijskoffie. Nou, mijn camera was net donker. Tessa heeft het even geregeld, want die heeft een stand op de camera. Ja, en nu hebben we een stokbroodje vooraf. Ja, en... kijk. Ja. Hallo. Kijk. Nou, de burger met patat en nachos. Kijk. Nou, is ook wel lekker. Ja, heel lekker. Kijk, nou is je veel beter. Als je hem denkt op standje. Gele denk ik staan. Wij nemen deze. Ja. Panna cotta.
zonder was. Ik ga met apen hier. Nou, we zijn nu buiten. En ja, we gaan de hond even ophalen. We zijn net thuis. En ze zijn een gekke boel, want mijn moeder die houdt een verjaardag. En volgende week ook weer, maar ja, beetje aangeschoten iedereen. Wel gezellig. Dag. Lekker donker. Waar is mijn harde wind met fietsen, hè? Hierbij ga ik de video afsluiten. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Met mij en met Tessa erbij. Zo ja, dikke blauwe duim omhoog. Die gaan we net zeker doen. En tot de volgende video dan maar weer. Doei doei. Doei doei. Nou, de shoplog. Ik was vergeten, de shoplog van Olsal. Die komt nog andere keer online. Dus ja.